Welkom bij Betaal TV, een maandelijks programma over betalingsverkeer en digitalisering. We beginnen met de basics. Allereerste aflevering gaat over cash. Kijk, een laag percentage cashbetalingen vinden we helemaal prima als de mensen maar wel zelf kunnen beslissen of ze met cash of met elektronisch willen betalen. Zo'n 62% van alle betalingen aan de toonbank die vindt met een debitcard, een pinpas plaats. Mm-hmm. En de rest is cash. En daar zijn we in de eurozone, zijn we daar koploper mee. Mag je zijn? Ja, kan ik hier met kaart betalen? Bij ons kan man nur bar betalen, niet met kaart. Nur bar? Nur bar. Ah. Dus we zijn van 40-60 naar 60-40 gegaan. Ja, dus cash is gewoon 20% naar beneden gegaan in 4 jaar tijd. Klopt. Aan de toonbank, hè? Ja. Aan de toonbank, ja. Wat je nu ziet, en dat is op zich iets om te zien, dat je nu weer ziet dat grote bedrijven toch investeren weer in cashoplossingen. Contante betaling kost gemiddeld 29 cent. En contactloze pinbetaling maar 15 cent. Dus de helft. Ja, de helft. En wij zorgen bijvoorbeeld dat er heel veel nadelen die aan cash zitten, in termen van veiligheid, waar veel over wordt gesproken, ja, in termen van snelheid, efficiëntie, kosten, dat we die kunnen verbeteren. Wij gaan de automaten samenvoegen. Vervolgens kijken met name op plaatsen waar alle drie de banken er minimaal één hebben staan, of dat echt noodzakelijk is. Ik doe echt nooit een cashbetaling. En mijn kinderen ook niet meer.